ik ben Menno Kroon en jullie zijn te gast in mijn huis. Vandaag hebben we BMW te gast. De privileges voor de BMW-rijders die hier lekker mogen rondlopen en genieten van al het moois. Vandaag worden alle gasten ontvangen bij de Orangerie. Die gasten kunnen daar lekker gaan zitten. En dan is er een voorronde van de kunstenaars. We hebben een drietal kunstenaars die ook in mijn gebouw gepresenteerd staan. Heel divers, van glas, aardewerk. En we hebben zelfs ook een dame, die is op de Design Academie gezeten, die heeft zijn eigen materiaal ontwikkeld. Dus dat is natuurlijk superleuk. Nou, dan krijgen de gasten een inkijkje in. Krijgen iets meer te weten in het verhaal, over het verhaal van de kunstenaars. Wat er voor mij wel uitsprong waren de glaswerkstukken, zeg maar. Dat was heel mooi, ook om te zien hoe ze dan, de techniek die ze dan gebruikt. Muzikaal intermezzo, had ik niet verwacht. Heel leuk dat dat eraan toegevoegd is eigenlijk, dus dat vond ik wel, was wel een verrassing, was heel leuk. Kunst in een hele prachtige omgeving. En ook sowieso om hier te zijn. Echt heel prachtig om het verhaal eromheen ook te horen. Ontdekken wat je leuk vindt, maar ook wat je minder leuk vindt. En daar dan weer gesprekken met mensen over te voeren. Ze moeten eigenlijk overdonderd worden door de bijzonderheid van alles wat ze zien, mee naar huis nemen en dan denken als ze thuiskomen, bij mij is het misschien ook wel een beetje saai, ik heb ook wat kleur nodig. Nou, dat vinden we leuk als we dat een beetje kunnen bereiken.